Wie naar Nederland wil komen en hier wil wonen, moet een inburgeringstest doen. En onderdeel daarvan is een taaltoets. Die toets maak je doorgaans in het land van herkomst achter de computer. Als je slaagt, krijg je een tijdelijke verblijfsvergunning. Maar wat blijkt nu? Duizenden inburgeraars slagen met vlag en wimpel voor die taaltoets. Het was eigenlijk geen woord Nederlands spreken, maar omdat ze geslaagd zijn, mogen ze wel alvast naar Nederland komen. Blijkt uit onderzoek van onze researchredactie op basis van gesprekken met inburgeraars, taaldocenten en onderwijsinstellingen. De Venezolaan Cesar haalde een onwaarschijnlijk hoge score voor zijn spraaktoets Nederlands, vergelijkbaar met HBO-niveau. Een testje. Hoe vindt u het om in Nederland te wonen? in Nederland. Wat zegt u? De groep. Hoe vindt u het om in Nederland te wonen? Uh, Hoe u to the Nederland? Toch kan hij zich in de praktijk absoluut niet redden, geeft hij toe. Would you like us to proceed in English? We, uh, uh, yeah, I, I don't think my Dutch is that, that good. Hoe kon Cesar dan toch slagen? De spreekvaardigheidstoets wordt telefonisch afgenomen door een computer. Daar komt geen mens aan te pas. En daar gaat het mis, zegt de taaldocent van Cesar. In die toets moet je alleen maar zinnen nazeggen. En als je dat nou maar goed kan. Ja, dan kun je slagen voor die toets. Dus als je goed kunt papegaaien, dan ben je binnen. Klopt. You just repeat what the computer asks you to do, but from there to real, real speaking the language, is far away. It's not, true. Caesar houdt de computer op een slimme manier voor de gek, want zonder zelf precies te weten wat hij zegt, geeft hij wel de goede antwoorden. En zo kreeg hij recht op een tijdelijke verblijfsvergunning, waarmee hij naar Nederland kon komen. Volgens taalwetenschappers zijn er talloze inburgeraars die zo slagen. Hoeveel mensen halen de toets wel die in de praktijk eigenlijk onvoldoende zich kunnen redden in het Nederlands? Ja, ik schat dat op grond van wat ik zo hoor van mensen op 20 tot 30 procent. Zo'n 100.000 inburgeraars zijn inmiddels geslaagd. Veel tijd en geld voor niets, zegt Van der Kraats. Van mij mag die onmiddellijk vervangen worden door iets beters. De spraaktoets is één deel van het inburgeringsexamen. Nieuwkomers zoals Cesar moeten ook andere onderdelen halen voor ze hier permanent mogen blijven. Minister Ascher gaat de spraaktoets nu kritisch bekijken. Wat ik belangrijk vind is dat mensen die hier naartoe komen, dat die zich echt kunnen redden in de samenleving. Daar is die inburgeringseis voor bedoeld, daar hoort ook die taaltoets bij. En dan moet je natuurlijk wel ook toetsen dat mensen de taal ook echt spreken. Op het moment dat die toets daar nog niet goed genoeg aan voldoet, dan moeten we hem stap voor stap verbeteren. Cesar komt goed weg. De hoge score voor zijn spraaktoets is officieel en die pakt niemand een meer af.